Harriet Tiemens, wethouder in Nijmegen en onder andere verantwoordelijk voor het starten van de energietransitie in de stad. Zoals het nu gaat, denk ik dat het tempo heel langzaam zal zijn, omdat de hele financiering van de transitie is nog heel onduidelijk. Dus we starten waar we kunnen en we moeten eerlijk toegeven dat dat vooral is in de wijken waar we samen kunnen optrekken met de woningbouwcorporaties en waar zij een groot deel van het bezit hebben. Is wat mij betreft de regierol die we heel duidelijk moeten pakken. Maar dan heb ik het met name over de gebouwen, over de huizen. Dus niet zozeer over industrie of mobiliteit. Ik denk dat we daar als gemeente veel minder goed de regie op kunnen voeren. Dat we dat weer meer gezamenlijk met de andere overheden moeten doen. Het verduurzamen van onze warmtevoorziening bestaat uit het warmtenet wat wij voor een deel nu hebben aangelegd in Nijmegen. Dus daarmee kunnen wij een aantal wijken al voorzien van andere warmtebron dan aardgas. Het warmtenet is aangesloten op de vuilverbrandingsinstallatie in Weurt. We hebben een ambitie om dat warmtenet nog verder door te trekken in de stad. Je hebt toch ook altijd medewerking en draagvlak nodig van de inwoners. En om medewerking te krijgen moet je ook wat te bieden hebben. Je kunt niet verwachten dat mensen dat allemaal zelf gaan financieren. Dus je hebt instrumenten nodig dat je dat mag. Juridische instrumenten. Je hebt financiële constructen nodig. Dat mensen het, dus de mensen die een eigen woning hebben, ook echt kunnen financieren. En het is ook heel belangrijk dat mensen ontzorgd worden. Dat er een aanbieding ligt van hoe ze hun huizen moeten verduurzamen. Welke warmtebronnen er beschikbaar zijn. Wat er nodig is om te isoleren en dat eigenlijk een kant-en-klare pakketten wordt aangeleverd. Wij hebben inmiddels een warmtevisie vastgesteld in de stad. En die warmtevisie, daar hebben wij nadrukkelijk in samengewerkt met corporaties en netbeheerder en warmtebedrijven. Zonder die samenwerking zijn we helemaal nergens. Dus je moet elkaar opzoeken. Je moet de planningen met elkaar afstemmen, zodat je gezamenlijk die wijken ingaat en zoveel mogelijk ook werk met werk maakt, zodat je ook maar één keer achter de voordeur hoeft te komen.